Flextunnel is een wegklapbaar systeem, eigenlijk uitklapbaar, want normaal gesproken heb je een tunnel niet nodig. 80-85% van de vaartijd van een schip gebeurt geladen. Dat betekent dat het schip op waterstand vaart en hierdoor voldoende diepgang heeft, waterstroom naar de propellers, om zijn werk te kunnen doen. Zodra echter de rivierbodem in beeld komt en het water meer moeite moet doen om onder de tunnels te gaan, om de schroeven te bereiken om zo het schip voort te stuwen, dat is een bletsel. Dus op het moment als je die tunnels wegklapt, betekent dat je de blokkade van toestroom naar schroeven wegneemt en daardoor de werkingsgraad van schroeven verbetert. De flextunnel staat toe dat er met relatief gemiddelde schroeven die een fatsoenlijke efficiëntie bieden, toch op geringe waterstand kan worden gevaren. Flextunnel idee is geboren in de hoofden van de technische staf van DST, het onderzoekscentrum voor de binnenvaart in Duisburg, waarbij een onderzoek voor een coaster werd uitgevoerd en geconstateerd is dat een open schroef, zoals dat heet, zonder enige tunnelvorm, een grote efficiëntie realiseerde. Nou, dat is precies wat we willen. Echter, op de rivier hebben we niet altijd, zoals op zee, voldoende water. Dus daar is in een onderzoek gekozen om een tanktest vast te stellen wat de werkingsgraad, de efficiëntie van een gelijkwaardig schip die nu worden gebouwd op de rivier, de tunnels weg te nemen. En dat bleek een aanzienlijke besparing te hebben. Echter, zodra het schip natuurlijk op laag water komt, met een desbetreffende diepgang gerelateerd aan schroefdiameter, dan kunnen de schroeven hun werk niet meer doen en stopt het varen van het schip. Nou, daarvoor is toen weer gedacht, we moeten weer een tunnel hebben. Ontwikkeling was natuurlijk het overwinnen van bepaalde technische aspecten, waarin het allerbelangrijkste is dat op het moment een schroef draait en in een tunnel een vacuüm creëert. Het vacuüm geeft de kans om een tunnel vol te laten lopen, zodat bij geringe diepgang daar in ieder geval voldoende propulsion, voortstuwing ontstaat om het schip weg te duwen. En de flextunnel problematiek bestond hoofdzakelijk in het verkrijgen van een luchtdichte afdichting, terwijl je toch een flexibel apparaat hebt. Voor de rest was dat niet zo'n punt, want we kunnen het beschouwen als een roer op zijn kant. En dat is waar wij goed in zijn. Wij hebben hiervoor gekozen vanwege de diepgang. Wij hebben er heel veel vermogen in staan qua motoren. Dus er staat 2400 pk vermogen in. Dat vermogen moet je dus op je schroeven kunnen overbrengen. Dus dan moet je grotere schroeven. Grotere schroeven betekent dus dat je dus bij ledige vaart de grootste gedeelte van de schroeven onder water hebt. Dus maar dat is maar 60% en 40% boven. En dat betekent dat je met leegvaart niet kan vertrekken. En om dus maar zo economisch mogelijk te kunnen varen, is dat je leeg de flextunnel naar beneden kan doen. Dat je dus kan vertrekken. Op 1 meter 40 hebben we nu uitgetest. En als je geladen bent, dan kun je de flextunnels omhoog doen om zoveel mogelijk vermogen en water naar je schroeven te krijgen. Daar is dat eigenlijk een klein beetje voor gedaan. Dit hebben we ook gedaan vanwege dat als wij de Rijn opvaren en het is laag water, dan kunnen we nog steeds met een diepgang van 1 meter 30, 1 meter 40 zeer zeker vervaren. En dat betekent dus dat je zit ongeveer aan een 1500-1600 ton. Wij hebben hier ook voor gekozen natuurlijk, want als je de flextunnels, als je geladen bent omhoog doet, ja, dus inklapt, krijg je dus meer water. Dus heb je minder vermogen nodig om dezelfde snelheid te krijgen. Dus je kan je motoren langzamer laten draaien om dus toch dezelfde snelheid te krijgen. Dus dat betekent minder brandstofverbruik, dus economischer voor ons en voor de klant.